Maar. Zinsontlening hebben jullie, want jullie zijn een stuk jonger dan ik, hoor. Hebben jullie nog zinsontlening? Doen jullie dat nog wel eens, zou ik maar zeggen? Zinsontlening. Ik geef een voorbeeld. Ja, ik weet al wat. Als ik zeg, Wim Kok gaat nog eens praten met Van Veen. Moet je goed horen hoe de zin luidt. Wim Kok gaat nog eens praten met Van Veen. Is dat dan tegenwoordige tijd of toekomende tijd? Toekomende tijd. Verleden tijd. Tegenwoordige tijd. Het is allemaal fout, het is verloren tijd. De Nijl, daar een mooie anekdote van de Nijl. Zo gauw je hem ziet, moet je het hem eens vertellen. De Nijl zag... Ja. Nou ja, die wil natuurlijk ook graag weten wat ik over hem zeg, maar een reuze aardige man. Nee, aardige man, eerlijk. En nee, ik zou ook niks anders zeggen. Ook als hij er was, zou ik ook gewoon zeggen... Nee, gewoon zeggen, weer aardige man. Ja, de Uil komt bij de baas, zegt echt zo'n mop. Dat is een mop. Hé jongens, moet je goed horen. Ik weet een mop. Allemaal goed luisteren. De Uil komt bij de waarzegster, want de Uil heeft zijn moeilijkheden en die denkt, wat zal het gaan doen in het jaar 2000? En die zegt, ik kom bij de waarzegster en die zegt tegen die waarzegster, hoeveel procent van de stemmen krijgt de partij, zijn partij natuurlijk, want er is geen andere partij in zijn ogen, zeer terecht, hoeveel procent van de stemmen krijgt de partij in het jaar 2000? De waarzegster denkt er geen moment over na en zegt 98% van de stemmen. Nou, blij, Lisbeth blij, iedereen blij. Goed. Tweede vraag. Hij zegt... Stil nou, laat mij nou even vertellen wat er sprake is. Tweede vraag aan de waarzegster. Hoeveel werkelozen heeft ons land in het jaar 2000? Dan zegt de waarzegster, geen één. Komt dan uit in een stralend humeur, zegt tegen Lisbeth, hoor je dat, Lies? Geen één. Ik weet niet wat meer, want zij is meegegaan en houdt zich op de achtergrond. Nou, derde vraag, hij denkt, dan moet ik toch ook nog iets weten van het geheel. Dan zegt de derde vraag aan de waarzegster, en wat kost in het jaar 2000 een liter benzine? Zegt de waarzegster, 2 roebel. Leuk, hè? Ik vind hem leuk. Ik heb hem van een ander gehoord, maar ik vind hem leuk. Den Uyl heeft hem mij verteld. Maar weet of het echt gebeurt, wat doet het niet doen. Nou, Den Uyl heeft geen enkele andere keuze dan gewoon te regeren met het CDA. En dat zou helemaal niet zo gek zijn, hoor. Desnoods met de rozenkrans in de vuist. Ja. Maar verder is er geen enkele mogelijkheid, want de D66 is niks van over. Wat is er over van D66? Dat is een splinter die mee mag zweren. Kom nou, Jan Terlouw had ik nooit van Jantje gedacht. Jan Terlouw is weggelopen, als lijsttrekker weggelopen. Daarna, dat kan je niet maken. Was lijsttrekker van D66 weggelopen. Dat kan je toch niet maken? Ik ben de lijsttrekker van de Oudejaarsavondvara. Ik loop toch ook niet weg? Nee, me niet kwalijk. Ik heb 25 jaar heb ik bij de VARA gewerkt. En ik ben in al die tijd, mag rustig weten, 2 maal vreemd gegaan. Eenmaal bij de KRO. En eenmaal bij Grote Bier. Maar nou ben ik weer terug bij de VARA in de schoot van de moederkerk. In de hoop dat ik ook dat kerstpakket nog mee kan delen. Ja, ik ben 25 jaar bij de VARA. Ik ben er trots op al die getallen. Ik ben 25 jaar bij de VARA. Ik ben 50 jaar aan het toneel. En ik ben pas 71. Dat hadden jullie niet gedacht. Ja, dat vind ik een mooie leeftijd. Kan niet anders zeggen. 71 is een prachtige leeftijd, hoor. Als je rekent, Luns is 71, Bernhard is 71, Prins Bernhard, Reagan is 71, weet je dat wel? Reagan, 20 jaar geleden, kijk de Amerikanen, hij was te oud voor cowboy.
Nou, nou is hij 71, is hij president van Amerika, neem me niet kwalijk. Weet u dat Reagan nog 2 televisieshows op 1 avond doet? Hoe die man dat volhoudt, dat snap je niet. Nou ja, het is allemaal niet zo gek. Ze zeggen wel eens, hè, al die mensen 71, echte wijnkenners, die zeggen 71, dat was een goed jaar, zeggen de mensen. Hè. Er wordt dan om gelachen dikwijls, hè. Niet altijd. Nou ja, ik zei hem nu iets te laat. Hij staat ook wat eerder eigenlijk, hè. Ik kon hem niet vinden. Nou, geeft allemaal niks, jongens. Dit is mijn 5e. Als dit wordt uitgezonden, is dat mijn 5e. Oh, hij wordt uitgezonden, anders heb je er niks aan. Dit is mijn 5e televisieshow die u vanavond hier ziet op Oudejaarsavond. Fijn dat die wordt uitgezonden. Allemaal live. Het is allemaal live. En allemaal live. Mooi, hè? Lekker die hele Engelse taal, mooi. Hè? Het is allemaal live. 5 televisieshows heb ik gedaan. Mooi, hè? Dan zeggen de mensen, en vind je dat dan nog altijd leuk? Zeg ik, ja, uit de grond van waar, vind ik nog altijd leuk. Mensen vragen altijd dezelfde dingen. Ja, dat is wel leuk. Mensen zeggen, ben u soms Wim Kan? Dan zeg ik, nee, altijd. Dat vind ik allemaal mooie dingen, dat is toch leuk? En mensen vragen, die wijn, is dat, wat u daar drinkt, is dat echte wijn? Willen mensen altijd weten. Ja, eerlijk, dat willen ze altijd weten. En dan hebben we kinderen vooral, die willen altijd vragen. Die zegt, doe u de uil nog eens na? Hé, doe de uil nog eens na, kan dat? Ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag 6 ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. Het is niet aan mij. En zeker niet op dit ogenblik en op deze plaats om uit te maken en uit te meten wie daaraan schuld heeft en wie de verantwoordelijkheid draagt voor dit feit. Maar ik krijg hem nog wel.